hele goede morgen. Het is zondag en welkom bij een nieuwe vlog. Geen zon vandaag. Nee. En ik heb ook niet veel op de planning vandaag. Ik hoef alleen een paar boodschapjes te doen. En meer niet. Dus ik voel me nog niet hiervan uit. Vannacht was het weer raak. Dus ja, we gaan maar even roeien met de riemen die we hebben vandaag. Ja, gewoon lekker makkie aan en zen. Dus... Ik ga het eerst mee eens eentje nemen. Lang geleden, maar ik ga het even van de zonnebank. Ik heb het echt even nodig. En van de zonnebank schiet ik weer mijn kamer in. Ik ga het heel even gauw nachtvaarder op mijn nagels doen. Want dat is gewoon echt één fucking drama. En daarna ga ik, als mijn nagels droog zijn, ja, ga ik alles snijden voor mijn spaghetti. En kip voor ras en room. En dan ga ik daar ook alleen nog even mijn haar verven. Maar dat doe ik vanavond al, want ik kan gelijk douchen. Dus... Goedemorgen, het is maandag, fucking regenachtig weer en ik zit gezellig met mijn hubby in de auto. Dus, we gaan even dingetjes doen en was je slaap nog lekker. Die heb ik vrijdag vandaag. Dus, ja, wanneer wordt het zomer? Wanneer gaan we de zon zien? Ja, van de week. Maar ja, dat heb ik nou niks aan natuurlijk. Dus, zo, hobbel hobbelen. Dus, gaspilooi. Gezellig gaan we boodschappen doen bij de Jumbo. En daarna gaan we ook wat leuks doen, hoop ik. Maar daar kan ik nu nog niks over zeggen. En ik eet vandaag deze worstjes. Met een frittata. En ik ben wel in de zonnebank geweest. En ik heb gewoon een verbrande schoen. Het is in het echt nog erger als ik camera zie. Great. Top. Maar ja, ik wil kleur. Ik krijg kleur. Dus ik ga koken. En dan ga ik eten. En dan... Dat is de vegetarische worstjes met een frittata en bij tosti's, dus. En deze rode kroot gaat de vlog afsluiten. Ja, het is bij 8:30. Gaat steeds later naar bed. Maar ja, dat heb ik met thuisblijvende kinderen. Nu even nog gezellig mee kletsen en ja, en probeer me vol te houden. En dat lukt tot nu toe. Dus, maar ik ben wel moe en ik heb het koud. Maar ja, wat wil je met zo'n brande harsjes? Wauw. Normaliter kan ik wel tegen, maar ik word nou heel snel bruin. Maar ja, dat was ook de bedoeling, want ik moest steeds meer bronzer gaan gebruiken. En ik ben niet zo van de make-upjes, ik vind het super leuk, maar niet helemaal mijn bek dicht te smeren. Dus, ja, ik zie je morgen, ja. Bye bye. Een hele goede middag, het is dinsdag. Bij tweeën en ik open nu pas de vlog en ik sluit de vlog vandaag ook af. Gelijk. Ja. Het is echt een super pechdag vandaag. Ja, je hoort al aan mijn stem. Ik ben stond verkouden. Ik ben vanmorgen wakker geworden. Baan dat is in het zweet. Het zweet brak me uit. Nou ja, de details zal ik je verder besparen wat er daar in de badkamer gebeurde. We hebben wel leuk nieuws gehad voor ons bedrijf. Dat weer wel. Maar ik... het zit er vandaag even niet in. En... Of je alles gehad en breek ook nog mijn plaatje af van mijn tanden. Top. Dus dan moet ik morgen vroeg 8:30 aanwezig zijn daar. Want dan gaan ze kijken of we kunnen lassen. Ja, dan ben je me een paar dagen kwijt. Ik zeg, nou, ik weet het niet. Ik zeg, moet ik gewoon kunnen eten of niet? Dus dat gaan we gewoon binnen een dag regelen. Dus kijken of wat we kunnen doen dan morgen. Dus ja, ik heb het even gehad voor vandaag. Dus ik heb ook geen zin om te vloggen. Ik ga het zo lekker even onder een warme zonnebank, want ik heb het stervenskoud. Ook dat. En dan ga ik eten maken voor mijn kinderen. En dan ga ik mijn nest in. Dus, bedankt voor het kijken. En ik start morgen gewoon weer een nieuwe vlog. Of vandaag weer een nieuwe vlog. En die zien jullie zondag weer. Doei!